Nee, dan ben ik de volgende. Nee. Jij gaat lekker shine. Nee, ik ben de volgende. Geloof me nou, Lex. Ik zullen nou samen op de bank gaan, maar dan wil ik toch. Ik zit weer op de bank. En ik ga naar huis. Nee, jij gaat niet naar huis. Ik wil naar mijn kind. Ja, ik ga dit, het spel wordt steeds heftiger en dat ga ik niet trekken. I'm lying! It's the red jacket! Ja, dat zei ze nog. Moet alleen je hakken. Ja, die ga ik niet aan doen. Nee, dat begrijp ik. Dat heb ik gezien. Jors en sokken. Ja. Zijn veel smaller of zo? Of? Zijn vintage ook. Dat zijn de kipjes. Ik heb ze een keer tweedehands gekocht en toen bleken ze best wel oud te zijn al. Oké. You are my fire. You are my fire. Ah. Ja, jammer joh. Nee, jammer. Dan was het heel mooi geweest dat het wel gas had geklikt. Vond ik het hier zo. My one desire. Believe me when I say I want it that way. Even them curls. Maar wat is nu je echte kleur? Gewoon wat ik normaal gesproken heb als ik gewoon heb gedoucht. Dit? Nee. Bruin. Je echte kleur. Donker. Mijn kleur? Oh, dit. Donkerblond. Donkerblond, ja. In de zomer is het iets lichter en in de winter is het iets donkerder. Oké. Je gaat uit laten groeien, toch? Ja, ik denk het wel. Maar ja, dat zeg ik elke keer. Nou, het is niet storend als je het eruit laat groeien. Nee. Misschien dat ik er nog, als het iets verder is, nog wat highlights in laat zetten, zodat het iets beter overloopt. Maar het is wel echt snel gegroeid. Ja, klopt. Maar ik heb laatst weer een heel stuk afgeknipt. Ik zat zo te kijken, ik dacht, het moet er nu af. Oh, je hebt zelf nog een keer? Ja. Oh, echt? Nadat ik had geknipt? Ja. Oh, wauw. Ja, het is toch zo'n stuk afgegaan. Nog een keer? Ja. Oh, jeetje. Daarom is het ook zo kort nu. Was het op zich nog best wel zo, gewoon weer, ja. Toen heb ik het weer geknipt, dat was echt twee weken terug of zo. Dus dan denk je, is je haar korter? Ja, wat korter. Maar het voordeel met krullen is dat je het niet echt ziet. Als je dood haar bedoel je? Nee, als je het knipt. Oh nee. Nou, jawel, juist wel. Ligt eraan wat voor... Ja, maar het, zeg maar met recht haar, dan moet je het echt... Heel precies zo recht knippen met krullen. Maar ja, maakt dat toch niet uit. Je kan gewoon zo trekken, zo knippen, dan vloep. Ja. Doe ik ook soms. Denk van, oh, deze krul klopt net niet. En dan ding. Ja, dan is je weg. Ding. Ja. Dat doe jij ook, toch? Je weet nee, Merel, die is er niet. Die is thuis. You can go your own way. Ja, ja. Ik denk nog wel eens dat het dat ze nog een dagje moet blijven. Of ik een dagje moet blijven. Ja, dat is toch spannend. Dat is toch leuk. Dat is toch dus dat jullie allebei nog een dag moeten blijven, bedoel je? Ja. Dat kan ook nog gebeuren. Dat is toch leuk. Dat is toch weer iets wat niet is gebeurd. En dan is Milène heen over de rooien. Dat is toch mooi. Mooi. Zo mooi. Niet mooi. Nee, niet mooi, maar ook wel weer mooi. Jongens, we gaan beginnen. Oh ja. En ook weer echt, ach. Dat hij het dan ook weer presenteert. Ja. Wat een ellende.
Ja, kom zo. Dit gaat echt niet leuk worden. Ik weet zeker dat dat gaat gebeuren. I know for sure. I know for sure. Ga beginnen! Komt goed, schat. Let's lekker. Nou, dat gaat gebeuren. Of, ja, een van ons blijft, maar... Sowieso blijft er een van ons, maar... Weer niet, kan je niet in die, hoe heet het? Oh, vind de zon. Oh, lekker die zand. Zo lekker die zand. Zo. Nou is het weg. Nee, dat is niet waar. Jola. Jij hebt de laatste keer ook. Ja. Ik ging net zitten en zo de pensioen. Het is alleen Merel en Jessie nog. Open. Ja. Zo. Duurt lang. Te klein, hè? Ja. Merel, Jessie! Op de step! Merel is daar? Daar? Is Jessie daar ook? Ja. Ah, loop je, Liz. Kom maar. Laat die jas maar liggen. Koud. You can turn it on the lungs way. Mijn moment, laat ik mijn haar eens een keer gaan doen. En dat is niet. Of hoe heet dat, die jas verpest dan? Gewoon slang, jongen. Gewoon slang. Man. Yes, als jij nog wat meer achter het een van de bankjes of staan. Ja, top. Ja, nou, beste mensen. 24 uur geleden hebben gestemd wie waarschijnlijk uit Utopia mogen vertrekken. In dit geval Shelley en Milena. We gaan vandaag een keuze uitmaken. Ik geef iedereen een amulet. Je mag deze amulet mag je in de zuil gooien waarvan jij vindt dat die persoon mag blijven. Net zoals de vorige keren. Het spreekt allemaal voor zich. Dus ik deel de amuletten uit. Dat is even ingewikkeld. Dankjewel. Astu. Yes. Thanks. Yes. Oeh, zijn ze koud. Voor mij ook eentje. Ja, het is belangrijk dat de mensen die gaan stemmen, daar gaan plaatsnemen. En zijn of haar zegje doet over de persoon. En ja, dat we dan lekker gaan stemmen. Lekker. Ja. Ja, we kunnen beginnen? Ja. Ja, denk ik wel. En dan ging de deur wel hard dicht. Dat was niks. Nou, ik ga voor de zekerheid even checken. Ja, ik zal het ook even doen. Dat zou het zijn, hè? Ja. Waar publiek stemmen. Publiek stemmen. 3. Oh. Denk het niet, maar. Het was gewoon een pakketje. Ik hoor hem niet. Hoorde je hem? Oh joh. Nee. Ja. Met een bakje met... Een brief en een doosje. Nee! Hoeveel? Nee. Een brief en een doosje. Nee, dit meen je niet. Ik kies voor een doosje. Ja. Dit meen je niet. Jij zei het nog, jongen. Oh, helemaal nog. Die had ik even niet zien aankomen. Holy moly. Die had ik even niet zien aankomen. Het is niet leuk, dit. Ja, laten we dan eerst even niet gaan stemmen. Aha. Oh mijn god. Wauw. Ja. Oh, daar zit sowieso amulet in. Ja, man. Ja. Oh, ja, tuurlijk. Mooi doosje. Kun je die verkopen op de webshop? Een langere brief dan gisteren. Okay. Beste inwoners. Gisteren hebben jullie weer genomineerd. Milena en Shelley zitten in een gevarenzone en één van hen zal vanmiddag Utopia verlaten.
De positieve stemmen, die zo vergeven zullen worden, bepalen vandaag echter niet alleen over het lot van de genomineerde inwoners. Na de nominaties van gisteren is er op de Utopia-website een poll online geplaatst. En hebben de paspoorthouders ook mogen stemmen. Iedere paspoorthouder mocht één positieve stem uitbrengen. De genomineerde inwoner met de meeste positieve stemmen van de paspoorthouders krijgt 2 extra amuletten. Ja. Gelijk. Na het stemmen mogen jullie de kleine kist openmaken. In deze kist zitten 2 oranje amuletten en staan in de oranje envelop de naam voor welke inwoner deze 2 amuletten zijn. Wow. We gaan eerst stemmen. Bij, man. Okay. En dan gaat het wel heel vet, dit. Publiek. Milaire, rustig. Je weet toch helemaal niet wat erin staat. Nog 2 amuletten verdelen. We gaan het zien. Maak jezelf nog niet gek. Ja, ik denk ook dat ik het wel weet. Ik denk het ook, maar afwachten. Kom op. Chill. Er is ook niks aan te veranderen. Nee, duidelijk. Dus eerst wij stemmen. Oké, dus vanaf nu komt het publiek erbij. Ja. Dat is wat ik tof vind. Tof. Ja. Ik vind het ook gaaf. Leuk. We gaan positief stemmen. Voor het publiek. Wauw, hé. Hey. God. Lieve, gekke, prachtige Milaine. Je bent een sterke vrouw geworden. En je hebt een heel groot plekje in mijn hart gestolen. Ik hou van je. Shelly, vanmorgen hebben we de kleurboeken in de kachel gegooid. Dus mocht je hier blijven, ga alsjeblieft wat anders doen. Misschien. Oh, Modo. Leuk shirt, Poes. Huh? Leuk shirt. Welkom. Deze toch? Ik zocht die van Bren. Ja, daar staan we dan. Ja, mooi hè. Ja, ik heb al het een en ander over show gezegd. Ik denk niet dat dat op dit moment nodig is. We zijn namelijk positief aan het stemmen. Dus dan is het wel belangrijk om er ook wat positiefs bij te zeggen. Milaine. Ja, ik hoop eerlijk gezegd gewoon nog steeds dat je blijft. Je hebt je opleiding gedaan. Mocht het nou zo zijn dat je wel blijft, probeer dan dagelijks gewoon even een paar mensen, als je weer wat beter voelt, aan de mouw te trekken. Ga er lekker mee bezig. Zorg dat het zichtbaar is. Kijk, volgens mij heb ik het laatst al een keertje gezegd. Ik ben natuurlijk buiten geweest. En ik heb in mijn eerste 15 maanden heb ik met name eigenlijk alles voor de groep gedaan. Toen kwam ik buiten en toen dacht ik, dit wil ik graag voor mezelf doen. En dan deel je een bericht op social media en dan bereik je 25.000, 30.000 mensen. En hier bereik je elke dag het 10, 15-voudige ervan. Dit podium, dit is iets wat je gewoon, waar je optimaal gebruik van moet maken. Niet alleen Milaine, ook Shelly, iedereen eigenlijk van ons. Dus dat is wel, mocht je blijven, hetgeen wat ik je wil meegeven. Maar voor de rest heb je de laatste tijd echt goed gedaan. Thanks. Kan natuurlijk altijd beter, maar ik wil ook niet kritisch zijn. Positief stemmen. Ah, deze man. Spelbreker. Ja. Yeah. Dat komt door het jasje. Oh, shit. Moest mijn neus. Zal ik gaan? Ik moest lachen. Ik heb een snotje uit mijn neus. Ja. Yeah. Nog een keer lachen hier boven je af. Oké, gisteren stemmen. Ja. Milaine, ik heb je de 3 gegeven. Ik heb je verteld dat ik echt mega, mega trots op je ben. Wat je de afgelopen weken gedaan hebt. En dat meen ik oprecht uit mijn hart, dat weet je. Ik heb ook gezegd, je moet buiten de knijterhard verder mee gaan en gaan vechten. En ik ga je opzoeken op de huishoudbeurs. Shell, ik geef hem aan jou. Maar 1 ding, verander. Dat is een behoorlijke contra. Nou, 2 mooie meisjes. Ja, je weet dat Milaine weer om stem gegeven. Ik ga het aan Shelly geven. En meer heb ik niet te zeggen. Ook een meid. Milaine. Ja, ik hou het deze keer maar kort. Omdat ik ook best wel benieuwd ben naar het publiek. Ben ik heel eerlijk. Ik ook, man. Ja, Milaine, wat ik gisteren al zei. Je kan het opgeven over de buiten. Je mag trots op jezelf zijn. Je bent een mooi mens. Je bent een topper. Ja, en ik weet ook dat je graag naar buiten wil. En ik heb ook jou beloofd en je moeder beloofd. Waarin jij mij ook hebt beloofd op elkaar te letten. En zo die mogelijk ook de keuze te maken. Dus ja. Mijn amulet gaat sowieso niet naar jou. Shell,
alsjeblieft. Want was dit niet geweest, ik weet niet, sowieso niet hoe het met publiekstemmen gaat, maar dan was je naar buiten geweest. Niet opgeven naar buiten. Dus zoals gisteren, zet je in, kleurplaat zit in de kachel, acteren, battelen, doen, opgeven. Over. Yes. Nou, Willem, je weet al dat je mijn stem niet krijgt. Je wil graag naar huis. Het is je ook gegund. Hoop ik. Shell, hij gaat naar jou. Maar ik hoop wel dat je me gaat verrassen. Vorige keer stonden we hier, was je diepe tranen. En heb ik ervoor gepleit, ook voor jou, om je te laten blijven. Omdat ik vond dat je het verdient. Jij zat bij de eerste 15, je hebt Utopia mede ook opgebouwd daarin. Daar heb je, in het begin heb je een hele erg dikke bijdrage. Ik ben benieuwd wat je de aankomende tijd gaat doen, man. Verras de groep. Maar ik ben nieuwsgierig of het gaat lukken. Succes. Dankjewel. Milan, je hebt de afgelopen paar weken meer bereikt dan Shelly. Shelly heeft eigenlijk vrij weinig gedaan. Daarnaast vind ik je een topper. Je hebt echt laten zien dat iemand vanuit een heel diep Utopia-dal er toch bovenop kan komen in je eentje. Natuurlijk heb je mensen om je heen gehad, maar je hebt het wel gewoon als dame helemaal zelf gerokt. Dus ik ben super trots op je. Ik heb je ook volwassen zien worden waar je eerst nog wel eens roekeloos kon gaan schreeuwen of om je heen kon gaan slaan. Doe je dat nu eigenlijk niet meer? Ja, ik denk dat dit een hele goede stap naar volwassenheid is geworden. Nou, net zoals gisteren. Normaal zou je hem de pan uitflippen en dat deed je nu ook. Maar vrij redelijk, dus echt super goed. Dus ja, mijn positieve stem gaat naar jou. Ik hoop ook echt dat je blijft. Want ja, ik ben de houding en alles aan Shell eigenlijk zat. Dus ik hoop dat ze naar huis gaat. En jij niet. Dankjewel. Dat was ik alleen ver en dan... Gerne. Ja. Het is publiek, what the fuck. Ja, vorige keer stond ik hier ook. Heb ik Shelly de positieve stem gegeven. Er is aardig wat advies aan gegeven. Van hoe je het beter zou kunnen doen, mocht je blijven. Nou, dat is niet heel erg gelukt. Al zeg ik het zelf. Wat belangrijk is, en ook voor iedereen die in Utopia zit. Ja, het is een sociaal experiment. En soms moet je ook even gaan schikken van... Hoe ziet de groep mij het liefst? En dat hoeft niet één op één. Maar in ieder geval, de irritaties bij de groep. En zeker in de finale periode, daar zou ik wel wat mee doen. En als je dat niet doet, dan is dat prima. Maar ja, heb je uiteindelijk jezelf alleen maar mee. En dat is wat jij moet bewijzen of niet. En die keuze ligt voornamelijk bij jezelf. En ja, Milene. Begin heb ik heel veel ruzie met je gehad. Afgelopen periode hebben we het hartstikke leuk gehad, hartstikke gezellig. En ook weer een beetje zoals vanouds. En ik zag je ook wel lekker een beetje opbloeien. En inderdaad, je komt vanuit een heel diep dal. En toch klimt ze er bovenop. Ondanks dat ze, of dat jij in eerste instantie niet naar adviezen luistert. En toch je eigen ding probeert te doen. Maar uiteindelijk toch tot een inzicht komt dat... Ja, misschien... Andere dingen proberen ook wel weer leuk is. En kijk eens, je hebt je opleiding afgerond. En daar kun je lekker buiten mee verder. En dat gun ik je ook van harte. En daarom geef ik Shell ook mijn positieve stem. En dat is ook direct de laatste kans. Want ja, je moet toch een beetje schikken. En als je dat niet doet, ja, dan lig je de volgende week of over 2 weken uit. Of 3 weken uit. En die bal ligt voornamelijk bij jou. Hans, duizend. Miljoen. Nou, dan is de stand als volgt. We hebben bij Shell 5 positieve stemmen. Bij Milene 3. Dat zou kunnen betekenen dat in dit kistje, waar 2 amuletten in zitten, dat het een gelijke stand zou kunnen worden. En dat zou dan betekenen dat we morgen weer gaan stemmen. En dat we dan gaan kijken hoe de stand er dan uit gaat zien. En ik denk dat iedereen heel erg benieuwd is naar wat het publiek te zeggen heeft. En dit zal ook de eerste keer zijn dat het publiek zich ermee gaat bemoeien. En dat we ook eigenlijk een beetje een ingeving krijgen van... joh, hoe denkt het publiek over bepaalde situaties? Rete spannend.
Oh god, maak hem alsjeblieft open, Ger. Alsjeblieft. Kistje met mooi brandmerk. Ik leg de brief even achter dit zaal. Allemaal bitcoins. Oh, mooi. Och god, nog meer. Nog een envelop. Nog een envelop openmaken. Oh, wow, die zijn mooi. Wow. Die vind ik echt heel cool. Mag ik zien? Mooi orange. De orange. Heel black. Die is echt spannend. Gek. Oh, had ik nu maar wat oranje zag, toch? Hè? Had ik nu maar wat oranje zag, toch? Het is voor de Hollandse avond, jongens. Ja. Oké. Okay. Hier zit de publiekstem in. Wow. De twee publiekstemmen gaan naar Milena. Oh nee! Oh mijn god! Dat betekent dat we morgen opnieuw gaan stemmen. Nee, toch? Oh nee. Gelijke stand. Gefeliciteerd beiden. Oh, wat erg. Oh, wat erg dit. Ga maar alsjeblieft naar huis gaan. Oh, daar is ze toch. Wow. Ik heb het zo goed gedaan. Boeit me niet, ik heb geen idee hoe het is. Nee, maar ik begrijp dat je heel graag naar je wilt. Maar... Nee, jij bent ook in shock, denk ik. Nee. Ja? Ja. Iedereen loopt naar haar, dus hè? Het is even... Ja, dat dacht ik al. Ik zat ook in Michel Bunstig. Nee. Nee. Wow, en we zeiden het nog, hè? Mensen. Ik wist niet eens dat het... Ik denk dat het hek ook pas gegooid zou worden na de stemming. Dat het klaar was en toch niet klaar was. Dat we het kistje te vroeg hebben gepakt. Ja. Ik denk dat het pas... Nu? Deze. Die gelijk nee, die zijn er morgen ook nog. Ja hoor. Oh, dan hoop ik zo dat Shell morgen... Maar Ger twijfelde nog, hè? Ik ook even kijken hoor. Sneuver Ger, want die bedoelt het heel goed. Ja. Je hebt nu vijf... Doet het goed en dan gaat het fout. Nou... Nah. Ik zei het net nog tegen jou. Dus wij hebben maar met drie mensen positief op Milan gestemd. Oh, ik hoop echt dat Milan blijft, man. Ik wil dat Shelly een keer weggaat. Dat lijkt me vervelend, deze nog...